De stuntploeg Groene Ster, gesteund door 400 fans uit Heerlerheide, zien hier in een matige eerste helft de eerste grote kans in de wedstrijd. Maar de Wit raakt de paal achter doelman Lennart Kwade, de held van de bekertriller tegen VVV. Maar AZ, de medekoploper in de Eredivisie, is natuurlijk wel de betere ploeg en krijgt dus ook kansen. Maar hier is opnieuw Kwade de staande weg als opnieuw de Wit dichtbij een treffer is. En zo is het 0-0 bij rust. En dat mag een verrassing worden genoemd. In de tweede helft dan gaat hier Jordi Klaasie in de fout. Hij maakt een overtreding op Sjefrino Eind en krijgt direct rood. En dan moet AZ dus met 10 man verder. Van Dijk geeft rood, dat kun je inderdaad doen. En dan wordt het misschien toch nog wel iets spannender dan die 4612 toeschouwers hadden verwacht. Want er komt nog een vrije trap met Zwartjes achter de bal, maar die gaat hoog over het doel. In de basis mocht Aboukal beginnen, maar dan wordt daarna toch gewisseld en scoort Ferdi Drijf met 10 man. Stengs wordt gebracht, Slot wil geen risico nemen, maar kort nadat Klaasie eraf wordt gestuurd is het hier dan toch uiteindelijk 1-0 door Ferdi Drijf. En dan gaat het plotslaps draaien bij de thuisploeg met dit schot, bal van richting veranderd, maar het is wel een doelpunt. Jonas Svensson legt die bal achter doelman Lennart Kwade, die hier natuurlijk bijzonder weinig aan kan doen. En nog geen 5 minuten na de 2-0 wordt het ook 3-0. Ouwe Jan, dan komt de bal bij Dani de Wit. En dit keer is het wel raak voor de Wit die eerder in de wedstrijd al de paal raakte. Net op doelman Kwade, die krijgt onderweg naar de redding. Hier nog even ruzie met een medespeler die in de weg loopt. En de Wit profiteert daarvan. In de slotfase is er nog een debutant uit die talentenschool van AZ, Tabouni. Hij mag invallen en krijgt hier een kans op 4-0, maar hij scoort niet. AZ wint wel met 3-0. AZ dat vorig seizoen in de halve finale werd uitgeschakeld door Willem II na strafschoppen. Gaat nu door de ploeg van Arnhem Slot naar de laatste 16.